92,75. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Deze dag had ik een geweldig idee. En dat idee vertelde ik aan Mees en die was er heel erg blij mee. Want wat hebben wij in gedachten? Wij gaan, nou Don gaat, het hele Mac-menu bestellen. Hey! En we gaan het samen opeten. Ja. Let's go, bro. We hebben op YouTube en op Instagram zoveel mensen het hele Mac-menu zien bestellen. Wij dachten, dat moeten we ook doen. Helemaal omdat wij vaste klant zijn daar. En we vreten ons altijd helemaal vol met Mac. Dus vandaag gaan we het tot een extreem level brengen. En gaan we ons echt tot een kotsend level volvreten. Dat we zo vol zitten dat het er gewoon weer uitkomt. Let's go. Ja, ik hoop natuurlijk niet dat het op een level komt dat we echt moeten kotsen omdat we zo vol zitten. Maar je weet het niet. We gaan gewoon lekker volproppen. Zo. Dat was een goed gape. Gape. Weet je hoe raar het wordt als je zo bij die praatpaal staat in de McDrive en je zegt... Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar mogen we alles wat op het menu staat één keer gewoon het hele menu bestellen? Je moet niet zeggen het klinkt raar. Ik zeg gewoon mag ik het hele... Je moet gewoon zeggen mag ik het hele menu bestellen. Ja, dat klinkt toch raar? Wanneer bestellen mensen nou een heel menu? Ja, maar je moet wel zeggen het hele Mac-menu. Niet een hamburgermenu, maar je moet zeggen ik wil alles wat er staat. Ja, gewoon alles wat jullie hebben wil ik één keer hebben. Dat is cool. Mees is blij, jongen. Beste dag van zijn leven. Zo, ja. So, what the hell, bro? Wat was dat? Dat was een laugh. Je had wel lef. Let's get loose. wacht. Mees en ik zaten op de bank. En Mees zei al drie keer van, kom Don, we gaan. En ik zeg, ja, nog vijf minuutjes, we gaan zo. En hij ligt op de bank en het is stil en we zitten op onze telefoon. En je hoort echt uit het niets, oh. Hij zegt, dat was mijn maag, we moeten echt gaan. Zijn maag maakt gewoon echt een diep grommend hongergeluid. Gewoon echt. Ja, dat was grappig. Oké, let's go. Jongens, ik vind het spannend. We staan bij de. We stonden bij de praatpaal, maar we moeten naar het eerste raampje toe komen of zo. Hoi, goeiedag. Ja, ik ben er. Yo, is het mogelijk om alles van het menu te bestellen? Dus elke burger, elk drinken, elk. Ja, ja is dat mogelijk? Dat kan. Ja? Wil je alle burgers? Ja, gewoon alles één. Gewoon alles wat op de lijst staat. Van alles één. Oké. Ja? Oké. Okay. Het kan. Allemaal medium, ja. We weten 100% zeker dat we gaan niet. Nee, ik loop niet te kloten. Echt niet. Ik ben oprecht serieus. Allemaal medium menus. Ja. Gewoon elk product wat er op de. Zeg gewoon elk product wat jullie hebben. Zeg ja, dat zei ik net. Nee, dat zeg je niet. Dat zeg ik nog wel. Een keer. Want hij gaat nu alleen naar burgermenus doen. Niet... Ja? Ja? Alle burgermenus? Ja. En zijn er ook nog andere dingen die er op het menu nog staan? Weet ik veel, snoeptomaatjes of dat soort dingen? Nee, gewoon allemaal frisdranken. Dus allemaal frisdranken voor de rest? Heeft u een klein beetje? Ja, is goed. maar jij zegt het niet goed. Jij zegt het heel anders. Jij moet zeggen zo van, ik wil elk product wat jullie hebben, één keer. Jij zegt nu, ja, ik wil alleen alle burgermenus. Je zegt het niet goed. Oh, nou, dan zeg ik het toch nog een keer, rustig. Pofferdikkie. Hij heeft honger. Nee, net stonden we bij de praatpaal. Toen zei die meneer, ja, rij even door. Ja, drinken erbij, ja. Zeg even. Doe maar gewoon cola, ja. We stonden net bij die praatpaal, was meest vergeten te filmen. Maar gelukkig zei hij, rij even door, want ik snap je niet. Dus rij door naar het raam. Maar jullie hebben niks gemist. Gewoon letterlijk wat ik net vroeg. Frietsausen? Ja, frietsaus erbij graag. Maar is het dan dat we dan van elk product wat jullie verkopen, dat we die één keer krijgen? Ja. Ja? Oké, okay, top. Zie je? Ik zei het toch goed? Ja. 92,75. 92? Je moeder gaat niet blij zijn, denk ik. Nou, jouw moeder dan. Oh, we hebben betaald. Nou jongens, dit wordt leuk. Nu moeten we 5 jaar wachten. We moeten wel zoveel mogelijk oprecht proberen op te krijgen, anders vind ik het een beetje zonde. Bro, ik ga chappen voor mijn leven. We kunnen ook gewoon nog dingen bewaren in de koelkast, hè? Bro, ik ga chappen voor mijn leven. Die man was echt zo van, ben je, huh? Ik vind het gewoon een beetje spannend, man. Ik weet niet waarom. Niet toch niet meer. Hoezo niet meer? We moeten alles ook nog krijgen. Je hebt alles al betaald. Ja, maar we moeten het ook nog allemaal krijgen. Oh, muziek ging ineens aan. Ja, we moeten wel alles nachecken. Ik wil als er één fucking product missen, hè.
Yusuf rijdt terug. Kunnen beter de kofferbak gewoon openleggen dat ze er gewoon inlopen. Ja! Of jij gaat achterin en dan houden we alles warm met de stoelverwarming. Meeste gezicht. Ik ben benieuwd wat hoeveel aandacht ze erop deze. Hoi. Eens kijken. Ik heb hier vast 5 colaatjes. Ja, dankjewel. Oh mijn god. Kijk. Ja, wacht even hoor. Klap even het schermpje. Klap het schermpje. Oh shit. Oh, dit gaat nooit goed. Gaat... Ik ga even uitstappen denk ik. Ga het op de achterbank zetten. Oké jongens, we gaan alles achterin zetten. Als er maar niks morst jongen. Als er iets gaat morsen. Dan zet... kan in de beker houden voor. Dit is niet normaal. Okay, besef dat het allemaal frisdrank is. En we krijgen ook nog allemaal milkshake, ijsschappé en... Er werd mij verteld, Mees, dat we geen ijsschappé en zo krijgen. Hoezo niet dan? Ja, wel alle burgermenu's blijkbaar aangedrukt ofzo. Oké, we moeten even verder rijden. Ze komen de rest zo meteen brengen. Oh. Kijk, film achter je hoeveel frisdrank we hebben. We zeggen 30.000 keer we willen alles van het menu en dan krijgen we niet alles van het menu. Nee, want ik vroeg ook, ja, ook de snoeptomaatjes en dat soort dingen. Zeiden ja, maar blijkbaar, ja. Dan gaan we opnieuw. Nee hoor gast, ik vind 92 euro wel genoeg hoor. Mensen, soms had ik ook zo slecht tegen. Alsof je die ijsfrappé en een ijsthee nog op zouden krijgen, want dan zouden we ook ijsthee krijgen, zouden we Sprite krijgen, aardbeienmilkshake, vanillemilkshake, dan zou je letterlijk alles krijgen, dat is echt niet goed. Nee, tuurlijk niet. Dan zou je één grote vanillemilkshake krijgen, één middel en één kleine. Wat wil jij nou weer? We nemen toch niet elke smaak? Jawel, want dat is alles van het menu. Dat is het hele punt. Oh ja, maar dus dan is het gewoon helemaal fout. Ja, maar alsnog is het 92 euro blijkbaar. Ik weet het niet, Mees, hoe het nu is. Maar, oh mijn god, hij heeft alleen maar menus aangedrukt. Heel simpel. We kijken wat we krijgen. We hebben 92 euro uitgegeven. We krijgen waarschijnlijk meer dan genoeg. En dat gaan we gewoon bunkeren, ja? Oké, ja. Mees zegt, ik heb dorst. Die gaat gelijk even wat te drinken pakken. Dit is ook echt zo'n ding dat je maar één keer in je leven doet. Ga ik vanuit, hoop ik. Hey, Don, wil je een colaatje? Ah, ik weet niet man, hebben we genoeg? Ja man, ik denk het wel. Hier bro, je hebt een colaatje. Dankjewel bro. We gaan het trouwens niet hierop eten, maar we gaan het natuurlijk mee naar huis nemen. Dat is wel zo slim. Maar... Oh lekker, ik drink echt nooit frisdrank. Ik ook niet. Leuk feitje trouwens, ik drink zelden frisdrank. Echt zelden. Af en toe natuurlijk wel eens, maar als ik dorst heb, altijd water. Water en melk. Ik ben gewoon niet opgegroeid met cola of Sprite. Daarom neem ik het eigenlijk nooit. Ik neem altijd gewoon water. Het enige wat ik als kind kreeg, en ik denk dat sommigen van jullie dat wel kennen, is diksap. Dat was het enige zoete spul wat ik mocht drinken. Diksap? Diksap. Ken je dat niet? Diksap. Dat was echt lekker. Oh, het komt eraan. Oh. Kijk eens. Ik heb 2 tassen voor jullie. Misschien maar weer achter. Ja, ik stap even uit hoor. Jongens. 1 tas. 2 tas. We zijn zwaar, jongens. Zo. Bro, oei, je zit bijna op mijn telefoon. Als ik ergens op ga zitten, gaat het niet kapot hoor. Ga je echt pauper lekker dan? Ja, dat ruikt echt top. Oh my god. 92, hè? Nou, laten we naar huis gaan. En dan gaan we aan tafel zitten. Unboxen. En chappen. Oh. Laten we unboxen, gek. Eerste zakkie. Mees, wat zit erin? Kijk eens, wat zit erin? Oké. Het eerste zakje zit in... Filet-o fish met een homestyle crispy chicken en een patatje. Oh. Ja, geef mij er ook eens even een. En nog een patatje. Aanvallen! Allebei een zak, allebei een boxen. Dus heb jij jouw drink al op? Ja. Hey. Alles saus! We hebben hier een McWrap. Oh my god! Wat hebben we gedaan, gast? Oh. Qua eten komen we denk ik wel ver, maar drinken, gast? We hebben heel veel frietsaus, McWrap, Filet-O-Fish, 2 McChickens. Filet-O-Fish? Hè? Filet-O-Fish of filet? Geen idee. I don't care. Big Tasty, Quarter Pounder, Big Mac, Homestyle Crispy Chicken, Big Tasty, Homestyle Crispy Chicken, Angus Beef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Medium patat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 cola's. Elf. Genoeg rietjes. Elf. Ja. Heel veel servetjes. En 2 lege magen. Laat het feest beginnen. Okay. Ik begin met de quarter pounder. Ik ga een filet of vis. Nooit gegeten. Oh, man. Is dit de dag van onze leven? Dit is de dag van ons leven! Je zit vol, man. Mees, hoeveel exen heb jij gehad? 3. 3? Ja, 3 exen. En hoeveel losse scharrels? Nee. Als er nu iemand aankomt, hij heeft een koffer met 2 miljoen euro erin. En daardoor mag je 5 jaar niet meer tegen je vader praten. Je mag hem niks laten weten, je verdwijnt en pas over 5 jaar mag je weer bij hem op de stoep staan. 2 miljoen. Nee? Jij ook niet. Nee, tuurlijk niet. Nou, als je dat je ouders aandoet, dan ben je echt, dan moet je wel een hele slechte band hebben, denk ik. Zou je het doen voor 2 weken? Hetzelfde bedrag, 2 weken? Ja, tuurlijk. 2 weken wel? Ja, tuurlijk. Jij ook. Ja, oké. Okay. En dan gaat de helft gewoon naar mijn ouders. Zou je door een winkelstraat van 2 kilometer lang helemaal naakt rennen voor 2000 euro? Gewoon helemaal naakt? Gewoon... Nee. Nee? Weet je zo niet. Denk je dat ik 2 kilometer kan rennen? Als ik het dan zo zeg, 2 kilometer lang moet je proberen te halen met of zonder rennen. En het bedrag gaat 8000 omhoog, dus voor 10.000 euro, 2 kilometer lang naakt om de winkel staan. Ja hoor. Ja? Ik schaam me toch niet. Heel de wereld ziet je piemel in je anus. I don't give a fuck. Waar ik me over kan verbazen is dat, waarom schamen we ons zo voor ons lichaam? Waarom durven we niet naakt over straat? Want iedereen ziet er hetzelfde uit. Iedereen heeft billen, iedereen heeft een vagina of piemen. Kijk, in alle soorten maten en richtingen, de een wijst naar het oosten en de ander naar het noorden. Maar in principe ziet iedereen er hetzelfde uit. Dat vind ik heel raar, ja. Waarom is dat zo? Dik en dun. Dit hebben we al op en we zijn op 30% en we zitten al redelijk vol. Ik ga de camera even wat dichterbij zetten, dat is misschien wat chiller. Oh, deze zat dwars. Ik zeg een woord en jij moet aan het eerste eten denken wat in je opkomt, ja, bij dat woord. Schouder. Ham. Ik zit zo fucking vol, bro. Ja, zit je vol, bro? Are you full, bro? Hé, hey, we zijn er nog niet, bro. We moeten blijven chappen. We hebben nog genoeg chapsel hier zo. We moeten nog heel veel chappen en vooral heel veel drinken. Kom op, meester. Daar kennen we een beetje patat in. Hier. Ja, chappen. Hoppatee. Zo, dan lekker wat te drinken erbij. allemaal condensdruppels van de zijkant. Precies op mijn leuk, dus hier. Nee, dat is gewoon plas. Meester plast in zijn broek. Zit jij al zo vol dat als je nu nog een burger zou eten, dat je echt zo over je nek zou gaan? Ja, denk ik van. Ja? Ik nog niet, man. Ik kan nog wel. Dat is wel geinig. Ik kan eigenlijk meer eten dan jij. Dat is echt zo. Oké, allebei nog 1 burger en dan zijn we klaar, hè? Ik kan dat echt niet, hoor. Jawel, meis! Maar besef, jij hebt ook 2 al. 2-0. Jij hebt ook gewoon 2 halve liter cola's op, hè? Je hebt gewoon 1 liter cola op. Ik ga ze wel goed poepen. Ja, dat geloof ik best. Zo, dat gaat eruit komen. Oh, ik ga schijten. Oh, nee! Wacht, ik wil mee. Ik ga het vloggen. Poepen! Ik ga gewoon zitten, hoor. Hè? Wil je erbij staan of niet? Alleen voor de geur niet, eigenlijk. Nou, ga maar weg. Oké, sorry. Poepsen. Weer een kilootje lichter, bro. Ik zat trouwens te denken, voordat we het vergeten, we moeten een streepje zetten bij de Mac-counter. Oh ja. En niet je flashlight, bro. Goeie toei. Kijk eens aan. Er kwam weer een mooi streepje bij. Hoppatee. Oké, jongens, we geven het op. Sommige dingen gaan we bewaren, sommige dingen gaan we weggooien. Maar holy shit, wat hebben we hebben gebunkerd. It is time for 2 things. 1, I need to tank, you see? 2, this tank, I bring you away. Ik ga Mees de tank, ga ik wegbrengen. Gast, wij hebben net ook getankt, jongen. Oké, Mees, ik breng jou naar het Centraal Station, dan kan je lekker naar huis. We hebben een paar geweldige dagen gehad, maar nu is het toch echt tijd om op het Centraal Station te gapen. Hey, broski. Speta, bro. Speter. Well, people. I hope you enjoyed this vlog. It was a very good vlog. We ate very much McDonald's. Mochten jullie nou genoten hebben van deze vlog, vergeet zeker niet te abonneren. Er komen natuurlijk nog heel veel dagelijkse vlogs aan. Elke dag om 5 uur. Dus dat betekent dat er morgen ook weer een om 5 uur is. En dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Het was echt niet normaal.
om zoveel Mac te chappen. Nieuw record. Nieuw record hoeveelheid Mac chappen in één dag. In ieder geval, dames en heren, ik ga jullie morgen weer zien. Dames en heren, ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Als ik nu mijn bankgegevens in de beschrijving zet, zouden mensen overmaken.